Op 27 februari 2020 wordt Nederland opgeschrikt door de eerste officieel geregistreerde coronabesmetting in ons land. Inmiddels zijn we ruim een jaar en meer dan 1,5 miljoen geregistreerde coronabesmettingen verder en komt de coronavariant waarmee het allemaal begon bijna niet meer voor. Hoe zit dat? Net zoals elk ander virus muteert ook het coronavirus. Dit zorgt ervoor dat we in Nederland inmiddels met veel soorten van het virus te maken hebben. Naast de bekende Britse variant heeft het RIVM nog 10 andere varianten opgespoord in zijn kiemsurveillance. Deze surveillance werkt als volgt. Na een positieve coronatest is niet direct zichtbaar met welke variant je besmet bent. Om dit te controleren worden wekelijks zo'n 1200 monsters steekproefsgewijs getest om te ontdekken om welke variant het gaat. Dit zorgt ervoor dat we kunnen zien welke variant de overhand neemt in Nederland. Hierdoor zien we dat sinds november na de komst van de Britse variant de oude variant langzaam van het Nederlandse toneel verdwijnt. Hier is te zien dat in april bij bijna alle monsters uit de kiemsurveillance de Britse variant wordt aangetroffen. Ook de Zuid-Afrikaanse variant is in beeld. Dat komt doordat deze varianten zich hier sneller verspreiden. Sinds medio december is de R-waarde van de oude variant onder de 0 gedoken. Deze werd op 5 april op 0,75 geschat. Dat betekent dat elke 100 mensen 75 anderen besmetten. Als dat een tijdje doorgaat, nemen de besmettingscijfers alleen maar af. De R-waarden van de andere varianten zaten een paar maanden boven de 1. Bij de schatting van 5 april zaten deze op 0,97 en 1,01, oftewel ze hebben in ons land de overhand genomen. Uiteraard zijn dit cijfers uit de kiemsurveillance en is de R-waarde een schatting. Maar het laat zien hoe de variant waarmee we in februari 2020 te maken hadden, nu zo goed als verdwenen is.